De beslissing over een openbare school in Maasbree komt is uitgesteld tot begin volgend jaar door het ministerie van Onderwijs. De staatssecretaris zegt in april nog toe de aanvraag met spoed te behandelen. In verband met nieuwe wetgeving zouden de cijfers van een directe meting die vorig jaar is uitgevoerd door de Universiteit van Nijmegen wel meetellen. Daaruit bleek dat 48% van de ouders belangstelling heeft voor een openbare school in hun eigen dorp. Uit een eerdere indirecte meting bleek dat er weinig belangstelling zou zijn voor een nieuwe vestiging in Maasbree. De staatssecretaris heeft een voorkeur voor de oudere indirecte meting en vindt dat de huidige wet geen mogelijkheden biedt tot een positief besluit. Een initiatiefgroep strijdt al jaren voor de komst van een openbare school in Maasbree. Wat ik verwacht als we gaan kijken in de historie van dit ongelooflijke dossier, zal het niet de makkelijkste weg zijn, want dat is bewezen. We hebben altijd de moeilijkste weg. Maar het zou wel heel erg raar zijn dat als 48% van een dorp uitspreekt dat dit gewoon echt, dat ze dit echt willen, dat het gewoon genegeerd wordt. Want dat gedeelte kan ik eigenlijk niet zo heel veel mee, denk ik. Het kan niet zo zijn dat een heel dorp en de burger gewoon genegeerd wordt omdat mensen niet willen kunnen of mogen lezen. Ik denk niet dat dat... Nee. Het moet gewoon, klaar. Het kan niet anders. De initiatiefgroep hoopte aanvankelijk dit schooljaar te starten met de openbare school. Of begin volgend schooljaar gehaald wordt, is niet duidelijk nu het ministerie de beslissing heeft uitgesteld. Ze gaan vol goede moed voor 2016. En dan hebben we ook de kans om alles netjes voor te bereiden, uit te werken. En dan ook gewoon super sterk te komen en een super mooie school neer te zetten. Zodat de kinderen van Maasbree alleen maar positiever uitkomen na al die jaren vechten. En wordt het wel eens tijd, zeg maar. Het eerste advies van de Sociale Raad is door de gemeenteraad van Pelamaas unaniem aangenomen met de motie aanbevelingen Sociale Raad. De vraag waarmee de ruim 30 geloofde burgers mee aan de slag zijn gegaan was: wat zou er gedaan kunnen worden aan de toenemende belasting van zorgvrijwilligers? De twee oplossingen met de meeste stemmen van de leden van de Sociale Raad werden door de gemeenteraad omarmd. Zo wordt bekeken of er een informatiecentrum in de kernen komt. En de tweede oplossing is een gemeenteloket voor vraag en aanbod van vrijwilligers, een uitgebreide informatievoorziening en een vrijwilligersbank. Andere ideeën zijn de maatschappelijke stage weer invoeren en betalen voor werk dat tussen de professional en vrijwilliger invalt. Op 10 oktober heeft de eerste Sociale Raad van Pelamaas plaatsgevonden. De gemeenteraad is met dit experiment gestart met als doel het blikveld van de gemeenteraad te verbreden en te verdiepen bij de besluitvorming op onderwerpen in het sociaal domein en de burger meer betrekken bij democratische besluitvorming.